Microsoft biedt met Entra nu nieuwe mogelijkheden om het lifecycle-proces voor jouw digitale identiteiten beter te beheren. Door een koppeling te leggen met je HR-systeem en vervolgens automatische workflows te gebruiken voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Wij hebben als Inspark aan de ontwikkeling van dit product bijgedragen door deel te nemen aan diverse private previews. We gebruiken het product inmiddels zelf ook. En we zijn dan ook heel erg trots dat we onszelf launchpartner voor Microsoft mogen noemen voor Microsoft Entra ID Governance. Maar wat heb je hier nou eigenlijk aan en waarom is dit zo belangrijk voor jouw organisatie? Laten we het vragen aan onze HR-manager Sanne en onze principal consultant Pim. Inspark is een groeiende organisatie, waardoor wij als HR-afdeling maandelijks te maken hebben met de instroom en doorstroom van medewerkers. Omdat de tevredenheid van onze medewerkers centraal staat, is het belangrijk dat zij vanaf de eerste dag de juiste toegang hebben tot ons systeem. Door de koppeling met ons HR-systeem krijgen zij automatisch de juiste rechten, passend bij zijn of haar functie. En bij uitstroom van medewerkers sluit het systeem automatisch de accounts. Voor ons is het een belangrijk proces, omdat het niet alleen voor de tevredenheid zorgt, maar ook voor zorgt dat wij compliant zijn met onze ISO-certificeringen. Waar we voorheen konden koppelen met een aantal enkele HR-bronnen, kunnen we tegenwoordig koppelen met iedere HR-bron. Voor het creëren en bijwerken van jouw digitale identiteiten. En vanuit daar met lifecycle workflows de user te voorzien van de juiste initiële toegangsrechten, maar ook veel belangrijker nog om het uit dienstproces in te regelen en op tijd een user te disablen en uiteindelijk weg te gooien binnen Microsoft Entra. Wanneer de koppeling met HR gelegd is en on- en offboarding middels lifecycle workflows goed is ingericht voor jouw organisatie, kun je verder binnen het Microsoft Identity Governance proces. Dat kun je bijvoorbeeld doen door verder te kijken naar outbound provisioning, naar third-party applications of door het enablen van self-service verzoeken binnen jouw organisatie zodat jouw medewerkers de juiste toegang aan kunnen vragen voor hun dagelijkse werkzaamheden. Microsoft Entra Identity Governance zorgt ervoor dat jouw IT-afdeling zich niet meer bezig hoeft te houden met het aanmaken van accounts of het toekennen van additionele rechten. Maar zorgt er juist voor dat jouw IT-afdeling zich bezig kan houden met de relevante zaken die ertoe doen. Wil jij meer weten over hoe Entra ID Governance voor jouw organisatie gaat werken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demo.